En dan welkom mensen van Dutch Gaming en welkom bij race 1 van deze serie. Vandaag gaan wij in ranked proberen, nou ja, niet vandaag, dit is een serie. We gaan Road to de S-rank doen, ook Road to Master, hoe je het ook wil noemen. We willen in ieder geval die S-rank proberen te halen. En ja, aangezien we toch meer Formule 1 gaan uploaden, dacht ik van ja, dit lijkt mij wel een leuke serie om te doen. Dus ja, nou zijn we aangekomen, dus bij race 1 zien we dat we Australië doen. Kwalificatie heb ik niet gedaan, aangezien ik pas later injoinde. Dan zien we dat niet heel veel mensen goed weg zijn. Dat is natuurlijk altijd gewoon chaos in ranked lobby's. Ja, dat gebeurt hier ook weer. Er spint weer één af en dan gaat er weer één rechtdoor. En hierdoor pak ik even een mooie inhaalactie, spint er weer eentje, spint er nog één. Nou, toen hebben we al drie plekken gepakt door ongeregelheden. Nou, deze jongen gaat wijd, heeft waarschijnlijk damage. Dus dan gaan wij maar even terugkruisen en bam, dus zitten we er naast. Naast hem er voorbij. Ik stuur er al in, want ik zit er gewoon duidelijk voor. Oké, dan moeten we dus naar dit 3, 7, 4, 4, 8 rijden. En die gaat zelfs wijd. Dus ja, piece of cookie. En deze jongen gaat mij ook te traag. Dus dat is dan P3 in de race. En dan gaat er dan weer even iemand helemaal rechtdoor. Die heeft dan ook zijn zin. En zo rijden we dan weer even tijdelijk op P4. We hebben dus een eerste warning te pakken. Geen stress. 0 punten levert hij nog op. En dan gaan er 2 af. Ja, er zijn er 2 DNF. En dat is denk ik degene die vol rechtdoor reed. Dus ja, dat nemen we maar niet al te serieus. Dan kunnen we gewoon voor de wedstrijdoverwinning gaan. En dat moet dus tegen Blackout Phantom gaan gebeuren. We doen 3 races per video. Of misschien soms 4. Maar ik wil het vooral bij 3 houden. Zodat dit een leuke lange serie kan gaan worden. Nou ja, lang. Er kunnen ook natuurlijk genoeg tegenslagen komen. In ieder geval, Blackout Phantom moeten we wel in gaan halen. Want anders komen we er natuurlijk niet echt. En ja, dat moet hier ook gaan gebeuren. We zitten er echt dicht naast. De DRS is dan niet open. Maar gaan we hier onze eerste poging doen? We rijden snelste race ronde 1.25.627. Deze jongen die gaat vol remmen. En dan kies ik er hiervoor om een ERS aan te zetten. En hem er misschien naast te zetten. We moeten even een goed plekje vinden om hem in te halen. Nou, hij wou eerst dat gat openlaten. Uiteindelijk ja, wou ik daar naar dat gat toe remmen. Dan gooit hij hem opeens dicht waardoor ik hem raak. En verremt hij zich en zijn we hem voorbij. Dus ja, dan wordt puur onze race uit te rijden. Want kijk, we rijden nu al richting de seconde. Sterker nog, het wordt een seconde. Rijden we bij hem weg en intussen die tijd rijden wij in paarse sector 2. En ik kreeg daardoor zoveel zelfvertrouwen dat wij risico's gaan nemen in de volgende ronde. Om de Versus Lab nog meer uit te breiden en om te laten zien van wat ik kan. Twee paarse sectoren, 1.24.8. Maar ja, zoals jullie zeggen, we gaan risico nemen en dan levert even een frontwing damage op. Maar geen stress, ik moet deze race uitrijden. Dan is het klaar, want die jongen achter mij heeft de P simpelweg niet om dat gat binnen een anderhalf rondje dicht te rijden. Anderhalf rondje, sorry, een hele ronde zelfs. Maar ja, die jongen heeft simpelweg de P niet. Het gat is 6.1. En ja, we pakken wel weer een warning, dus dat is wel zuur. Maar hij levert nog steeds 0 punten op. Dat is pas bij de warning die wij misschien nog kunnen gaan pakken. Dat levert dan wel weer een punt, minpunt op, zeg maar. Dat wordt dan weer verrekend in jouw rank. En dat levert je weer minpunt op. Maar ja, zoals we al zeiden, deze jongen heeft de P simpelweg niet. Weet het gat dicht te rijden naar een 4.4. En ja, dat is een, ja, dan houden we op zich een goede pace. En dan bam, staan wij er waar we moeten staan. En zijn wij natuurlijk blij. En ja, dan moeten we dus op naar het podium straks gaan. Als iedereen is gefinished dan. En dat is nu gebeurd, want er ligt er één af. En dat is niet nieuw. We zijn coureur van de dag. Komen natuurlijk van de laatste plek, dus dat is natuurlijk wel chill. Maar ja, niet bijzonder, want ik zit momenteel in rang B. En dan moet een M worden. Dan moet een S worden, bedoel ik. Dus ja, de S-rank heb ik vorig jaar niet gehaald. Aangezien vorig jaar ranked niet te rijden was. Dit jaar is het wel iets verbeterd, maar is het nog niet heel erg goed. Maar je treft wel steeds betere coureurs. Want vorig jaar was ik rang C of zo, dacht ik. En dat was simpelweg niet goed. Ik had 2 jaar terug toen wel weer een S-rank. Maar dat kwam omdat je toen nog wel echt in goede lobby's soms kwam. Maar vorig jaar was dat gewoon niet het geval. Al had je een S, dan kon je soms nog niet rijden.
Dus ja, we promoveren van rang naar zilver. En we skippen gewoon dat we onze B-rank zien. Dus ja, dan moeten we dus opgaan naar race 2. Eens kijken wat we daar kunnen halen. Race 2, dan gaan we eerst op naar de stemming voor het circuit. En wij kiezen ervoor om... kijken welke Grand Prix kiezen wij. Kiezen wij überhaupt een Grand Prix? Ja, we kiezen Canada. Ja, ik wil graag Canada. Maar ja, zoals jullie vaak weten, als Jason niet wil, dan krijgt hij het niet. En eens kijken of dat hier ook gebeurt. Als ik nou een keer Canada krijg, word ik blij. Maar het is Hongarije. Nou, daar word ik dus helemaal niet vrolijk van, Hongarije. Maar ja, het moet maar. Kwalificatie. Strict track limits. Was ik even vergeten. Bam, daar heb je de track limit. En dat was natuurlijk niet zo slim. Maar ja, ik laat jullie dan toch nog even dit allemaal zien. Want hier zijn we dan over start-finish. En tel even met me mee. Degene vanaf pole komt nu pas over start-finish. Oftewel, ik had hier gewoon provisional pole kunnen hebben. Dus een beetje zuur, maar wel terecht. Want ik sneed daar gewoon af. Ik had daar de track limits. Dus ja, dat levert volgens mij niet echt minpunten op voor je rang. Niet dat ik weet dat dat meegerekend wordt in je rangstatistieken. Maar het is zeker zuur. Dan starten we vanaf P4. Aangezien we de enige discu waren. Maar ja, zoals jullie zagen zijn de mensen ingejoined. Hebben wij weer een prima start. Een Blackout Phantom. Die komt altijd aardig hoog. Dus ik hoop niet dat ik dit keer weer hem makkelijk... dat hij onze tons heel makkelijk gaat maken. Maar ja, hij neemt hier best wel een wijde lijn, nam die. Dus ja, en dan neemt hij hier ook weer een hele wijde lijn. Dus zetten we hem er hierna. Sterker nog, hij gaat buiten de baan. Dus dan is het een easy overtake voor ons. Dan zitten wij dus nu op P nummer 2. En dan willen wij het doorzetten. Primorata, die gaat weer wijd. Dat is ook weer eens niet nieuw. Om eerlijk te zijn weet ik niet hoe lang deze jongen deze pace vol gaat houden. Want hij kan er nog wel eens af gaan spinnen, want dat hebben deze mensen nog wel eens last van. Door een verkeerde curbstone mee te nemen. Overkomt mij ook vaak, dus... Maar hier neemt hij überhaupt geen curbstone. En dan mis je je apex en dan raak je hem kwijt. Hij ving hem wel heel erg mooi op, dat moet ik wel zeggen. Hij ving hem super mooi op. Dus daar heeft hij natuurlijk niks aan. Hij is een P1 kwijt. Wij rijden twee paardjes sectoren. En we rijden er wel op 1.4. Nou ja, dat is niet knap naar zijn spin. Maar daar komen we dan toch over start-finish. En wat voor tijd gaan we dan neerzetten? Vragen jullie af. Nou, een 1.17.5.8.4 met een groene sector 3. Maar dat komt natuurlijk doordat... dat kan niet, want het meetpunt zit daarvoor. Nou ja, maakt niet uit. Primorata dus gespint geweest. Wat is deze video? Wie is Jason nou? Als hij... ook geen fouten maakt. Want ja, we doen gewoon even hetzelfde. Maar wij pakken wel een curbstone. Dus ja, zo spin je opnieuw. En slim is wat anders. Dus dan kom je op P3 terecht. En ja, soms neem je gewoon wat te veel risico's. En ja, in ranked kan het op zich wel. Want volgens mij kan de Formule 1 niet detecteren dat je gespind bent. Dus gaat het niet van je rang af. Maar het is natuurlijk wel zonde. Maar ja, Best Broker 2000, die moeten we natuurlijk nu even gaan inhalen. Dus ja, ik vind het allemaal leuk en aardig dat hij meedoet. Maar het is voor mij allemaal wel een beetje klaar. Dus opschieten. En daar komt Best Broker 2000. Daar gaan we hem inhalen. Huppakee. We zitten er in ieder geval naast. We zitten ervoor, dus we pakken onze normale lijn aan. En bam, we zitten ervoor. 2/10, 3/10. En dan rij je weer weg. Dan had ik nog eens doen om Primorata in te gaan halen. Maar ja, die jongen is dan toch nog niet zo traag dat we dat gat daar naartoe dichtrijden. Uiteindelijk wel weer twee paarse sectoren. Dus dat is dan wel weer chill. Dat betekent dat we echt snel onderweg zijn in dit rondje. En het was ook een enorm snel rondje. Echt een rondje om blij van te worden. Want daar komen we over start-finish met een 3.4 gat en een 1.17.1. Pakken 1/4 van onze vorige tijd af. En dit was een heerlijke ronde. Heerlijk. Nou, iedereen gefinished. Wij natuurlijk blij. Handen uit de cockpit. En natuurlijk tevreden met het resultaat van vandaag.
En ja, tevreden, ja, dat mag ik wel zijn, vind ik. Ik bedoel, van weer coureur van de dag. Dat doen we ook weer netjes voor de tweede keer op rij. Zet natuurlijk in de reactie wat jij van deze serie vindt. Want dat leek mij wel een leuk idee om jullie even mee te nemen in mijn rankpotjes van Formule 1. Wat er dus nu 3 zijn. Hetzelfde wat ik op FIFA doe dus. En hier pakte ik ook nog een trofee. En dat is best wel ernstig. 50 uur track time. Dat betekent dat ik 50 uur op een circuit heb gereden. Maar over elk circuit dan, hè. 50 uur gewoon track time. Ik heb dus nu al meer dan 50 uur playing time in dit spel. Dat is toch best erg. Ja, natuurlijk hebben we ook mensen die nog veel meer hebben. Maar voor mijn doen is dat erg. Nou, dan laat de boel in. Dan zien we nu dat we nog niet gepromoveerd zijn, maar wel op 44% komen van onze B-rank. We moeten naar 100 willen we promoveren naar A. Dus we maken stappen en dat is gewoon fijn om zelf te zien. Dan gaan we naar race 3. Dan zien we dat we weer een circuitstemming mogen gaan doen. Althans, ik heb volgens mij niks gestemd. Want de circuitstemming is nu voorbij. En we zien dat het Rusland wordt. En Rusland is toch een partij moeilijk circuit met track limits. Dat is niet normaal. In ieder geval beginnen we hier aan onze kwalificatierun. En volgens mij neem ik jullie trouwens mee door de hele kwalificatie. Nou, dan zien we dat hier de bocht ligt waar je normale track limits ligt. Hier mag je gewoon die witte lijn niet aanraken. Wat logisch is, want je wint de tijd door. Helemaal terecht, maakt mij niet uit. Maar je hebt nog wel eens de neiging om deze bocht iets eerder in te sturen. Deze hier. En dan ben je lul, want dan ga je ook over de witte lijn. We rijden op het randje. We houden twee wielen op de witte lijn. Net wat buiten. En hier ook gewoon over die curbs op met twee wielen. En dan rijden we gewoon een paar sectoren. Maar er moet bijgezegd worden dat ik deze kwalificatie zonder setup rij. Aangezien ik alleen een Formule 2 setup had voor deze race. Voor deze baan. En nog geen Formule 1 setup. Dus ja, dat was wel even kloten. Dat is wel een handicapje in deze kwalificatie. Want ja, sommige bochten kan je dan gewoon heel moeilijk nemen. Of sommige rempunten zijn gewoon net wat kut. In ieder geval, de fine-tunetjes zijn er niet. Dus ja, en hier gaan we daardoor ook wijd. Ik wist hier niet echt mijn rempunten te vinden. Aangezien ik normaal wel zo laat kon remmen bij de F2. Maar ja, dat is natuurlijk ook hele andere auto's. En hier zou je denken van, hier pak je track limit. Maar nee, volgens de game verlies ik hier tijd. Ik denk ook wel dat dat zo is. Maar ja, hier moeten we dan die pole position terug gaan pakken. Want we op het stuur staat dat we momenteel P2 rijden. En daar zijn we natuurlijk niet op uit. Dus we nemen echt elk randje van het circuit mee. En dan zien we dat we de pole position net niet hebben. En het verschil moet dan wel heel erg klein zijn. Want toen we start finish gingen, bam, was hij ook gefinished. Dus dat moet een enorm klein gat zijn. Dat moet in de duizenden zijn geweest. Maar, want dit was gewoon bijna een fotofinish. Dat... En dan kijken we straks naar de uitslag. En dan... gaan we zien of het in de duizenden is of in de tiendes. En het is in de duizendste. 88.000ste van een seconde missen wij de pole position. Nou, dan gaan we dus naar de race. En de lampen staan dus aan voor de laatste Grand Prix van deze video. En dat is Rusland. En Primorata is prima weg. Die jongen heeft dus de pole position die de vorige race wist te winnen door een fout van mij. Maar ja, hè, Primorata weet zelf ook, ik moet de slipstream hier breken. Want ja, het is hier wel moeilijk vanaf pole starten. En ik zet hem er hier gewoon naast. En bam, dat levert wel iemand een spin op. Maar Primorata die heeft een kut exit hierdoor. Want die schrok er denk ik wel van. Daardoor komen wij er hiernaast. Zitten wij nog steeds naast Primorata. En Primorata houdt echt enorm veel ruimte. Waardoor hij deze bocht nooit kan halen. Dus hij moest wel naar mij toe insturen. Dus toen dacht ik van ja, weet je wat, ik geef wel op. Ik zit er toch nog niet voor. En dan bam, willen we misschien hier gaan proberen. Primorata schrikt wel, had het hier wel verwacht. Waardoor hij een verrekte slechte exit heeft. En daar gaat Primorata eraf. Nam te veel risico over die curve zone. Kwam al niet lekker uit bij die eerste bocht. En dan maak je die tweede bocht ook helemaal niet goed. Dus ja, dan moet je wel goed op de curve zone komen, wil je niet spinnen. Dus ja, dat betekent dat in ronde 1 wij de snelste raceronde kunnen gaan neerzetten. En dat doen we met een 1.36.668. Dat is onze opener in deze race. En dan zien we dat R6, laatstreepje Sheppa, laatstreepje GG, ons bijhoudt. Maar uiteindelijk niet, want wij versnellen flink ook. En rijden twee paar sectoren en deze versnelling levert ons
zelfs nog de versus level op 1, 33, 7, 9, 4 en 3 paarse sectoren. Dat is toch wel erg netjes. En de versnelling heeft Sepp niet overleefd, want 1,8 seconden in een rondje is veel. Moeten we zeggen dat dat een seconde ongeveer was. En dan zien we dat we de laatste ronde ingaan. En er gebeurt niet veel in deze race. Zelfs de raceronde blijft bij mij staan. Zeppa wordt uiteindelijk niet weggereden. Maar blijft wel op 2,8 staan. En dat is momenteel gewoon genoeg om te finishen. Dus heb ik gewoon besloten van, weet je wat, ik ga gewoon voor safe. Ik heb nog geen warning gepakt. Dus daar was ik ook op zich wel redelijk tevreden over. 3,1. Zeppa die geeft het ook op, want die heeft ook een redelijke marge naar de nummer 3. Dus ja, je moet het gewoon op safe uitrijden. Je zal uiteindelijk denk ik nog wel zien dat Zeppa gaat inlopen. Maar dat lijkt mij niet zo heel erg bijzonder onder omstandigheden. Ik denk dat Zeppa wel met een setup reed en ik kan dat gewoon simpelweg niet. Aangezien ik die niet had. En je ziet dat de bocht aardig smooth gaat met de balance setup. Ja, ik was ook op zich al tevreden hoe de race gaat met een balance setup in Rusland. Het gaat zeker goed, alleen lang niet zo snel als setup. Maar ja, dat is natuurlijk ook niet meer dan logisch, aangezien je dan voor settings kan aanpassen. En Zeppa, nee, hij is gespind. Ja, daar gaat je podium helemaal weg door je eigen fouten. Ja, slim is wat anders, maar waarom zou je zoveel risico nemen als de nummer 1 2,8 voorrijdt en bijna de laatste bocht ingaat? Ik had het niet gedaan, maar ja, hij wel. Dat houdt dus in dat ronde 5, de laatste ronde, is natuurlijk. En een gat van 9,2 naar de nummer 2. Huppatee, die nemen we gewoon even mee. En we winnen de tweede Grand Prix in deze video. En dat is natuurlijk heel erg chill. En dan gaan wij straks op naar het podium. Want daar zal natuurlijk de champagne nog open worden gemaakt. Want oei, wat een race. En dit 3-7-7. 3-7-4-4-8. Mist P3. Door de penalty. 3,2 seconden. Nee, dan moest hij er al achter zitten. Raar maar dan. In ieder geval, deze jongen moet nog over start-finish komen. Hij was enorm traag vandaag. En ja, Primo Rata, de gast vanaf Pol, de hele DNF. En we hebben dit jaar wel een driver of the day. Beste broker 2000. Ik denk dat je het zo uitspreekt, 2000. In ieder geval is hij de driver of the day, dus ik ken niet wij wel. Met hetzelfde race pakje, dus deze jongen heeft zeker wel verstand. Ja, wij zijn de enige Nederlander op het podium. Mensen, ik hoop in ieder geval dat jullie hebben genoten van deze serie. In ieder geval van de eerste aflevering. Laat in de reactie weten wat je ervan vindt. Vergeet natuurlijk niet op dat duimpje omhoog te klikken. En alvast natuurlijk te abonneren. Laat in de reacties zien wat jij graag nog zou willen zien op Formule 1 of op FIFA. Misschien dat we er dan ooit mee bezig gaan, dat het even wordt uitgewerkt voor jullie. De rang B zien we dat we eindigen op 55%. Mensen, ik zie jullie later bij de volgende video. En dat is volgende week, is zondag mijn team. Later!